Kijk, wie er voor de deur, dan durf ik de deur wel open. Ja. Als jij voor de deur staat. Ja, nee, maar ik maak die opmerking wel expres, hè. Als dat een jongeling is van de jaren 3-24, en ik heb straks nog best een heftig filmpje, twee filmpjes heb ik, en die zijn best heftig, zeg maar, en dat komt een beetje terecht op wat die vraag erin zei. Maar gezond wantrouwen moet je wel hebben tegenwoordig. Zo, vanmorgen heb je hier een speciale voorlichting gegeven, of ja, de mensen toch weer even attenter gemaakt op belangrijke dingen rond veiligheid. Kan je iets vertellen wat deze ochtend inhield? Jazeker kan ik dat en doe ik met heel veel plezier, want veiligheid, zeker voor senioren die we natuurlijk vanochtend hadden, erg belangrijk natuurlijk. De rode draad was eigenlijk dat we de mensen die hier in de zaal zaten hebben geattendeerd op het gedrag bij de voordeur. Hoe maak je nou een voordeur open? Ik heb ze geprobeerd uit te leggen dat de risico's van zomaar de deur open doen tegenwoordig best groot zijn. Dat betekent dat we alert moeten reageren op het moment dat er gebeld wordt. Dus ik heb ze geprobeerd wat richting te geven en wat handvaten te geven om ervoor te zorgen dat je niet klakkeloos je deur open doet. Omdat je denkt dat een bekende het is of een familielid of de kinderen of de kleinkinderen zelfs. Maar dat je even voorzichtig bent van, hey, wie staat er nou voor mijn deur? Verwacht ik iemand? Heb ik een afspraak? Dat je even wakker bent als je de deur open doet. Wat adviseert u dan? Wat ik eigenlijk adviseer is om een kierstandhouder te gebruiken. Dat is zo'n beugel of een soort van lip die je eigenlijk op de deur en op het kozijn moet plaatsen. In de meeste gevallen kan je die toepassen. Zet die ertussen zodat je deur eigenlijk op een kier komt te staan. Dat als iemand met verkeerde bedoelingen voor je neus staat en jou wil overlopen, dus aan de kant wil duwen, dat niet lukt omdat die kierstandhouder die deur vasthoudt. Er is ook ongelooflijk veel criminaliteit, of tenminste op internet, en mensen krijgen phishing mails en al dat soort zaken. Wat raadt u de oudere mensen in Almelo daarvoor aan? We hebben natuurlijk veel internetoplichting. Ik denk dat het allerbelangrijkste boodschap is, als je niet bekend bent met wat er gebeurt in mails, ga niet zomaar in op een verzoek, druk op deze knop of bel dit telefoonnummer. Of namens banken worden hele vervelende mailtjes gestuurd. U moet vandaag uw identifier vervangen, want volgende week kunt u niet meer bij uw geld. Als zo'n mailtje binnenkomt, wees wantrouwend, dat is in het eerste geval. Bel met je bank en laat je niet opjagen door het bericht wat je leest. Kortom, als je het niet vertrouwt, doe gewoon helemaal niks. Maar ik denk wel dat de toeschouwers hier vanmorgen een heleboel informatie hebben gekregen waar ze best wel mee uit de voeten kunnen. En ik begreep ook daarvan, en wat ook meerdere niet wisten, is dat je een verdachte situatie hebt, je gerust 112 mag bellen. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. En dat is een belangrijk punt. Goed dat je dat even naar voren haalt. 112, daar is het beeld van, dat gebruik je alleen in ernstige gevallen. Bij een ongeluk of bij een onwelwording of een andere vervelende acute situatie. Iemand die van het dak valt of die snijdt zich in de arm of wat dan ook. Maar 112 pakken we ook daders mee, zegt de politie. Dat betekent dat als de situatie verdacht is, en laat ik een voorbeeld noemen. Je zit voor het raam, je kijkt naar buiten en je ziet aan de overkant bijvoorbeeld iemand op een garage klimmen of op een carport, terwijl je weet dat de mensen met vakantie zijn en hij klimt op het dak en is met het raam aan het prutsen. Nou, dat is een situatie waar de politie heel graag van wil weten dat gebeurt. Op dat moment kan je 112 bellen en dan vertel je, dit is wat ik voor mij zie gebeuren. Of in geval van colportage, dat iemand je iets probeert op te lichten aan de voordeur. Dat en dat heb ik meegemaakt. Zo en zo ziet hij of zij eruit. Of ze zijn met meerdere personen, rijden in die auto. Geef dat alsjeblieft direct door, zodat de politie daarop kan reageren.